Volksgezondheid lanceert Nationaal Strategisch Plan Gezondheid en Welzijn. Het Nationaal Strategisch Plan voor Gezondheid en Welzijn in Suriname voor de komende 10 jaar is uit. Het plan is een document dat is ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met belanghebbenden en de Pan American Health Organization. De launch van dit plan vond plaats op dinsdag 19 maart 2019 in het ballroom van Torarica. Waarnemend directeur Cleopatra Jesrun gaf een korte presentatie over de inhoud en het belang van een strategisch plan, de uit te zetten richting en de visie van het ministerie van Volksgezondheid voor de komende 10 jaar. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.